Lokeren heeft tijdens de eindejaarsperiode niet alleen een unieke kerstsfeer, er valt ook heel wat te beleven. Afgelopen weekend was er bijvoorbeeld een indrukwekkend vuurspektakel. Naast een parade van de Gentse theatergroep De Vuurmeesters konden alle lokeraars een lotusbloem met kaars ophalen in de winkels of op de markt om een onvergetelijke nacht te beleven. Elk weekend in de kerstmaand gebeurt er wel iets. Een kerstmarkt, leuke terrasjes. En nu vanavond is het dus een vuurparade met vuurmeesters. En straks mogen dus de honderden lokeraars zelf een lotusbloem te water laten op de durmen. Dus dat is een fantastisch evenement waar dat de mensen kunnen aan deelnemen. Het is een heel aangename sfeer. De mensen zijn heel aangenaam verrast. Ze zijn leuk, ze gaan met ons mee. Dus het is ook altijd leuk om een parade, maar dan de mensen ons volgen. Het is mooi weer, het is warmer. Dus iedereen loopt ontspannen erbij. Dus een leuke kerstsfeer. Mooi gedaan, heel leuk. Het is anders dan een typische kerst- of nieuwjaarsmarkt, zoals je in de meeste Vlaamse steden wel tegenkomt. Het is echt een magisch moment. Het is een avond waar iedereen gezellig samen kan komen. Een keer naar een show kijken, iets drinken, een keer met elkaar babbelen, oude bekenden tegenkomen. Het is echt iets dat niet veel steden doen. Na de vuurparade kon iedereen nog lang vertoeven op een van de vele winterterrassen. Want ook op horecavlak is Lokeren helemaal in de ban van de eindejaarsfeer. Ik denk dat Lokeren zich wel mag prijzen met de horecazaken en ook gewoon de algemene handelaars. En dat het mooie in Lokeren wel is dat we een niet te grote stad zijn, dus dat vele handelaars eigenlijk de handen samen in elkaar slaan.